Nou jongens, we zitten op het water. Dit zijn de rietvelden. Allemaal waterlelies. Hier loopt het naar Duitsland tot de brug. En als je dan daar kijkt, zie je vogels. Meerkoeten. Heel erg gaaf dit. Nou, hier liggen boten. Dat is ook wel gaaf. Wow. Kijk, en hier zie je ook nog een soort van meerkoetje. Ja, er zit van alles tussen en in het riet. En je ziet het. Dit loopt nog een aardig eind verder. We gaan even kijken of we aan de overkant kunnen komen. Zwaar relax eigenlijk dit. Ik weet niet of jullie het horen. Er gebeurt wat. Hoor eens. Hier zit iets tussen verscholen. Daar komt het uit. Het is verjaagd op de een of andere manier. Het kan zijn dat hij eieren heeft gepikt of zo. Hij heeft zich nu daar achteraan verscholen. En hier hoor ik er nog een. Aha, er gebeurt nu al iets tussen het riet. Dat is wel gaaf. En je ziet het. Het is extreem dicht bij elkaar. En het mooiste van het is, dit loopt kilometers ver. Als je dit helemaal afvaart, zeg maar, van hier, daar tussendoor, dan is dat ruim 17 kilometer kun je varen. En als je dan nog een soort van obstakel overgaat, dan kun je nog veel verder varen. Dus dat is zo mooi. Dat dook iets weg, of niet? Ah, het is er weer. Gaaf. Nou, jongens, we gaan even kijken of we aan de overkant kunnen komen. Het is een hele mooie inham, zo ziet het eruit. Zwaar relax, we hebben nog blijkbaar een hele grote voettocht voor de boeg. Want als we hier zijn aangekomen... Zo, dat stuk is een heel stuk warmer hier. Wow. Dit ziet er heel mooi uit, wow. Je hoort hier van alles, er zit hier van alles tussen. Maar je ziet het, het is nog een klein stukje. En dan zijn we er, een aantal meters nog. Het is niet zo'n heel helder water, of wacht even. Nee, dat is eigenlijk wel jammer. Je ziet wel iets op de bodem liggen. Heel erg indrukwekkend hier. Ja, hier kan zich echt alles tussen verschuilen. Wow. En nou maar hopen dat we die roerdom kunnen filmen. Hé jongens, kijk dan. Dit is ideaal voor in de winter. Dat brandt heel goed als je dat opensnijdt. Maar goed, het is nog 2 meter en dan zijn we er. Dan zijn we aan de overkant. Gaaf. Nou, we hebben het gered. Je ziet het, we zijn tussen het riet aangekomen. Deze dingen die ga ik een keer meenemen. Want er zitten een soort van pluizen dingen in. En die kun je heel makkelijk in de winter gebruiken. Voor te bushcraften om vuur aan te maken. Maar nu. We zijn aan de overkant terechtgekomen. Wow, jongens. We hebben dat hele stuk hebben we gewoon afgelegd. Zonder dat we moe zijn. Yeah. Gaaf, jong. Wow, en wat nu? Jongens, er verschilt zich wat. Er verschilt zich iets heel groots. Dit bewoog helemaal net. Wow. Wat gebeurt hier? Wow, er sprong van alles het water in hier. Daar zit nog wat.
Er zit hier echt van alles, jongen. Wow. Hé, hey, daar heb je een plant met van die besjes. Gaaf. Ah, je hebt hier een soort van landerij, maar daar komen we nou niet voor. Wow, 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 wow. Hier sprong het weg en daar sprong het weg. Wow, dus springt dat alle kanten op. Wow, dat de hele tijd zo door. Kijk eens. Wow. Heel gaaf. De eerste spinnenweb hebben we overleefd. Oké dan, dit is heel gaaf, ziet het eruit. Wow. Als het goed is, hadden we in dat stuk terechtkomen daar. En dan moeten we ook nog een soort van kleine sloot hebben. En hier achter dit gigantisch grote riet heb je dan die waterplas. Deze kant naar Nederland. En die kant naar Germania, naar Duitsland. Jawel. Wow. Ik ben hier in de winter ben ik ook wel eens geweest. Maar dan hoor je eigenlijk niks. En nu hoor je heel duidelijk de wind tussen het riet. Heel erg rustgevend dit. Wow. Gaaf. Nou, kijken wat er gaat gebeuren. Dat is wel heel erg mooi dat ze dit zo weggehaald hebben. Ik had het mijn eigen veel en veel en veel zwaarder voorgesteld. Ik denk, je moet hier echt tussendoor kruipen. Maar je ziet het, ze hebben het netjes bijgemaaid. Dus dat is duimpje omhoog. Dat is echt een hele verbetering. Maar goed, ik kan dat natuurlijk niet zeggen dat het hele pad is. Want dit loopt nog aardig en door hier. En je ziet het ook hier. Is genoeg voedsel te halen. Want, daar is het. Nog heel even en dan zijn ze ook rijp. Kijk. Overal voedsel. En kijk eens hoe mooi die uitkomt. Er zitten ook vogels overal. Nou, dat smalle pad hebben we gelopen. Hier zitten ook allemaal pitten. Wow. Ah, kijk, gele bloemen. Wacht, hier moest dus ergens... ik weet niet of dat er nog is. Hier hadden ze toen een keer een geocache verstoppeld ergens. Maar dat kun je nou niet meer zien omdat het riet te hoog is. Oké, dan. Hier wordt het een stukje smaller. Maar dat maakt niet uit. Kijk, je ziet heel duidelijk. Daar loopt het water. En daar zou je eventueel met een kleine kajak of een bootje kunnen varen. Ja, jongens, kijk eens. Daar is het water. Het is ook nog een brede sloot ook nog. Gaaf. Nou, we hebben eventjes inspectie gedaan via Google Earth. We hebben dit hele gebied uitgekomen. Wacht, nog, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Oh, gaaf hè, dit. Hier zit er eentje ergens. Hier zit er een. Ik hoor hem. We gaan even verder lopen. Jongens, kijk dan. Gaaf, jong. Ja, hier is het met alles een stuk verder. En dat heeft alleen maar te maken omdat hier waarschijnlijk water bij is. Oh, jongens. Dit riet is gewoon 2 keer zo hoog als een mens, ruim. En ook hier zie je heel duidelijk allemaal waterlelies. En daarachter
is ook nog een soort van grote plas met allemaal eenden en ganzen. Ook heel gaaf dit. Oh. Er was zo net, toen ik hier aankwam, wel al iemand met een bootje. Die groette mij trouwens nog. Was die aan het varen, daar aan de andere kant. En dus ik denk wel dat je een of andere permissie vraagt. Of dat het misschien zo mag, geen idee. Dat je of daar zo'n ding kan huren. Dat zal ik dan eerst een keer doen. En dan gaan we ook nog eens een keer een video maken op het water. Dat lijkt me ook wel vet. 1, 2. Kijk eens. Heel erg gaaf, die pluisdingen. Is het een nest of niet? Nee. Oh, man. Gaan we nog even een stuk verder lopen. Kijk dan, dat is er gewoon helemaal omheen gedraaid. Ik denk dat we een beetje geluk hebben dat we ook nog wat aparte vogels kunnen filmen. En dat is wat ik zeg, dan moet ik wel heel rustig zijn. Wow, hier is eigenlijk ontzettend veel groen aan alle kanten. Jongens, ik sta nu een stuk hoger. Kijk dan kun je over alles heen kijken. Heel mooi. Helaas begint het alleen heel iets te motregenen, dus ik hoop niet dat ik een druppel op de lens ga krijgen. Dat zou een stuk minder zijn. Zal ik hem even iets naar beneden houden zo. Ah, nou is het ook alweer voorbij. Gelukkig. Oh. Ik heb dit pad al wel eens eerder gelopen, heel vroeger, maar toen kon je hier nauwelijks doorheen. Dat is ook al jaren geleden. Oh, we gaan gewoon verder lopen, jongen. Wow. Oh, aan de ene kant is het wel rustgevend en het is, kijk eens, hier heb je ook een zo'n ingang. Het is totaal anders als door het bos lopen, want dit is nu al het tweede of het derde water wat ik afzoek. En iedere keer als je hier bij zo'n water bent, is het echt een heel stuk frisser en aangenamer als midden in het bos. Want daar is het toch nog behoorlijk benauwd blijkbaar, ondanks al die bomen. Maar goed. Eens kijken, wow, er zit echt overal voedsel. Wat is dat? Wow, Houston, we are land. Het is een ooievaar die is geland. Dat is een koppel van twee, denk ik. Oh. Ah, de video begint eigenlijk al goed. We zijn weer aan het vloggen. Gaaf, jong. Hier zitten allemaal kleine vogeltjes, wacht. Die zijn dus nu weg. Kijk, hier heb je weer van die pluisbloemen. En je ziet het, er zitten ook insecten op. Hier van alles. Wow, 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 kijk dan. Hier een hintje verschil van structuur, zeg maar. Gaaf. En daaronder zit gewoon gras. Wow. Ik sta er eigenlijk van te kijken. Oh, kijk. Zie dat? Wow, gaaf. Maar hier begint het weer anders te worden. Wow,
Ik ben redelijk onder de indruk. Het is echt een mooi gebied. Hij zit daar gewoon, of niet? Ja, de ooievaar, wauw. Ja, ik denk dat ik vaker in dit soort natuurgebieden ga filmen. Kijk eens naar die poten, wauw. Ik denk ik ga vaker in dit soort natuurgebieden filmen. Dat lijkt me echt wel gaaf. En nu zit ik eraan te denken van... Ja, welke boot schuine streep kajak is geschikt voor mij? Of misschien iets opblaasbaars, zeg maar. Het moet sowieso moet er een soort van elektronische motor achter kunnen gehangd worden. Of misschien achter in het midden. Dat heb ik ook wel eens gezien. Dat is dan open en dan kun je hem inklikken. Dan krijg je, dacht ik, wel heel iets water in je boot. Maar dat blijft, dacht ik, beneden zitten of zo. Ik weet niet precies hoe dat is. Zal ik nog eens even verder kijken. Dat is ook wel gaaf. Wacht, hier stopt het volgens mij. Ja, daar stopt het. Dan gaan we daar maar eens even kijken wat dat is. Wow, 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 wow. Hier sprong weer wat weg. Wow, er springt de hele tijd springt er wat weg. Kijk eens eventjes. Oh, en hier komen we helemaal vandaan. We hebben dat hele stuk gelopen. En daarachter heb je dat pontje. Het loopt hier een heel stuk verder. Wow. Wij zijn hier zeker nog niet uitgekeken. Wij gaan zeker vanavond heel goed achter Google Earth zitten. En kijken waar ik de volgende keer ga filmen. Dit is nogal een heel groot gebied. Hier loopt het iets omhoog, zie je dat? Wow. Maar nu, hier stopt het water. Je hebt een weg of niet? Ja, er is een weg. Oh, gaaf. Dan zou je eventueel... Ja, hier is een weg. Wow, dit is gaaf. Nu zou je zeggen dat hier mensen moeten zijn. Dat is helemaal niet zo. Kijk, daar heb je een verharde weg. En hier is je dan onverhard. En je ziet heel duidelijk dat het hier ook doorloopt. En het hek is los. Dat is anders volgens mij nooit. Dus je zou hierop kunnen. Ik weet niet of dat mag. Ik ga oh nee, het begint te regenen. Kijk dan jongens. Kijk in het water. Dus wij moeten helaas de vlog gaan beëindigen.